Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt stil van, stil van, stil van. De rapper vond ik gewoon heel, heel tof. Als ik dan naar anderen keek, naar Nas of Jay-Z of Eminem of zo, dan had ik wel zoiets van, ja, dat zou wel tof zijn als ik dat ook kan. En ik deed, in mijn beleving kon ik dat. Ik kon het helemaal niet, maar, en dat was ook heel hinderlijk voor mensen. Want daar hadden mensen zoiets van, ja, hou nou op man. Maar toen had ik zoiets van, ja, maar hoe zou het dan zijn als ik dit wel goed kan? Dan zou, dat zou toch vet zijn. We waren pas acht, zat in de klas. Naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug, ik vind je lief. Zit op een bollek en ik ben verliefd. Mijn broertje die woont in Rotterdam. Toen ging ik bij hem wonen. Want ik, ja, ik had ook een beetje zoiets van, ja, ik mis hem wel. We zijn tweeling. En ik ging bij hem wonen. En toen dacht ik ook van, ja, als ik daar dan... Daar, muziek zit meer in de Randstad, of, dat dacht ik gewoon. En toen leerde ik via mijn ex-vriendin leerde ik Postman kennen. Die zei van, ja, misschien moet je eens een keer met mijn vriend in de studio gaan. En toen zei hij, ja, is goed. Afgesproken. Toen kwam ik bij hem in de studio. Ja, dat klikte wel meteen. Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Dan zei hij van, ja, je moet je muziek niet zo heel moeilijk maken per se. En ik wilde op dat moment wilde ik echt heel stoer rappen en ik wilde echt de beste zijn. En ik vond mezelf al de beste, terwijl ik nog helemaal niet goed genoeg was. En ja, heel veel gesprekken. En hij stuurde me iedere keer naar huis met iets van, ja, dit. Het is niet goed man, eigenlijk is het gewoon echt slecht. En ik reed dan naar huis en dan dacht ik, ah, hij is echt een klootzak. Maar dan ging ik daarover nadenken. En uiteindelijk heb ik daar wel iets aan gehad. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Ik heb 9 nummers heb ik zelf geproduceerd en 6 zijn door anderen geproduceerd. Ik kreeg nooit muziek, ik kreeg nooit beats van anderen. Dus dan ben je eigenlijk gedwongen om jezelf daarin te ontwikkelen. En dan krijg je wat hulp. Postman die heeft me destijds heel veel uitgelegd. En die zei van, ja, als je dit en dat koopt, dan kan je in ieder geval alvast vooruit. En dan kan je al beginnen met muziek maken en jezelf opnemen. Dan kan je terugluisteren hoe jij klinkt. En zo, ja, zo ontwikkel je jezelf dan op dat moment. Ik neem je mee, hey.